Yo mensen van Golden Power Productions, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA Free Roam. In deze serie gaan we kutten in GTA zonder doel en zonder leven. Meestal eindigt het in dat ik word neergeschoten ofzo. Dus, oké. Ja, we zijn hier in de woestijn. En daar speelt een wijf. Oh, en daar loopt een vos. Of zo. Wat is het? I don't know. Oh, kak. Oh, ik ben zo slecht. Oh, ik ben echt heel slecht. Dan maar op mensen schieten, die zijn iets makkelijker te raken. Bam! You're dead! Oh yeah! En hart ook. Vol in de kont. Vond ze vast fijn. Oké. Hoi. Even kijken wat mijn... Ja, ik ga vandaag chickies scoren. Ik bedoel, ik ga vandaag chickies vangen. Schiet ze gewoon neer. What the fuck? Oké, ik neem aan dat jij eventjes stopt. En... Hey, politieachtervolging. Nice. Dan gaan we daar even kijken. Cool. Kijken wie er achtervolgd wordt. Oh, waarschijnlijk die mensen. Ik ga ze proberen te vangen. Dus een keer iemand anders dan ikzelf. En hij is dood. Oh, en dan heb ik politie achter me aan. Oh, en dan heb ik een schuik om meteen die helikopter achter me aan. Of niet? Ja, ik denk het wel. Wow, dat is kut. Oké. Ik heb niks gedaan. Ik wou alleen maar helpen. Mijn goede bedoelingen horen altijd. Altijd als ik goede bedoelingen heb. En dat is in het echte leven ook. Er zijn altijd mensen die... Ja, die dan alleen maar aan zichzelf denken en dan, ja, weet ik veel, die dat denken ze van, oh, fuck dat, I don't give a shit. Of die proberen niet te begrijpen wat ik dan probeer te doen. Maar ja, in ieder geval, daar gaat het nou niet om. We gaan voor een fucking kut tegen het, ja, jongen, what the fuck? Oké, hier zijn een paar huizen, dus ik ga hier gewoon zo doorheen crossen als een beest. Kan ik hier door, alsjeblieft? Ja, ik kan er door. En de politie dacht hem aan. Altijd leuk, ik lig in een deuk. Ook als ik... een peuk. En je oma omver beuk. Oh yeah, oh yeah. Doe ik iedere dag. Wil je jouw koprol? Het is niet echt een koprol trouwens. Meer een zijwaartse barrel roll. Oh yeah. Fix die even. Oké, we gaan naar de legerbasis. Want... daar draait het ook meestal op uit, als ik GTA speel. Dus, ik denk... daarheen. Daar of hier. Ik denk hier. Ik heb trouwens geen flauw idee, maar... Oké. Als ik het ooit haal, want er zit allemaal politie achter me aan... en die willen mij vrij dood hebben. Trouwens, die zitten nog steeds achter me aan, terwijl ik niks gedaan heb. Dus ik weet niet wat hun probleem is, maar... Beter gaan ze echte boeven vangen. Dat is in het echte leven ook. Waarom slaat alles in GTA op het echte leven? Ik bedoel, in het echte leven zit de politie ook al alleen maar achter mensen aan die... Ja, weet ik veel wat eigenlijk de tijd niet waard is, maar ze willen zoveel... Het zijn zulke geldwolven meestal. Meestal, altijd. I don't give a shit, dat is mijn mening. Oké, laat ik het zo zeggen dan. Ik vind dat het meestal... Ik vind dat het altijd geld... Fucking hell... Wat wil ik nou zeggen? Ik vind dat politie geldwolven zijn. Want, oké, we gaan het nou echt een beetje te serieus nemen deze aflevering. Maar, ik heb jeuk aan mijn oog. Hey, een bison ding! What the fuck is dat? Is dat een... Wajo, het is een reuzenvarken! Het is een reuzenvarken! Oh my god, het is een monstervarken! Rennen! Zou ik nou trouwens net dat we het serieus gingen aanpakken? Nee, laat maar! Oké. Fuck nee! Oh, mijn auto is naar de tering. Yeah. Wow, dat was nog wel een mooie dodge op zich. Ik kan het wel, mensen. Ik kan het. Zijn er nog ergens auto's om te jatten? Die wel rijden? Niet voor jullie. Fuck jullie. Oh, nice, deze. Die ga ik eens eventjes mooi... Ontframen,
ontvreem... What the fuck? Ja, wel ontvreemden. Hè? Weet ik veel. Nederlands is niet mijn sterkste vak. Dat is wel waar. Maar what the fuck? What the fuck? Haha, goeie grap, Jos. Goeie grap. Weet ik. Hoef je niet tegen mij te vertellen. Oké, doe het toch maar wel. Dat vind ik leuk om te horen. Oké. We gaan naar de legerbasis. En dan gaan we proberen iets vets te stelen. Ik probeer een keer niet een jet te stelen. Maar daar zal het uiteindelijk wel op uitdraaien. Of ik word keihard neergeschoten. Door een tank. Ik ga echt nooit aan deze kant erin trouwens. Dus ik heb geen idee hoe ik hier moet rijden nu. Maar YOLO. YOLO. Oké. We gaan hierop. En dat was niet de slimme zet volgens mij. Kan ik hier überhaupt wel naar de vliegbasis toe? Ja, nice. Oké, maar ik ga wel keihard dood. Zometeen. Maar dat is op zich ook wel leuk. Volgens mij hebben die tank dudes hier ook wel eens rocket launchers. Wow. Wow, yo. Oké, staat er nog iets anders leuks om te jatten? Ja, ik ga proberen zo'n ding te jatten. Nog nooit gedaan. Gaat nooit lukken ook. Ik word echt... Oh, nee. Nee, ik ben dood. Ah! Zo huilijk. Don't judge me. Nee. Ik kan ondertussen wel even WhatsApp hoor, als jullie toch alleen maar mij uitlachen. Ja, la 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 la. La 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 la. Klaar met WhatsAppen? Was het leuk? Hè? Toen ik weg was? Nou? Was het leuk? Nou, ga dan maar weg hoor. Dan stop ik wel gewoon. Oké. Nee, dat is niet waar. Ik stop niet. Ik stop nooit. Hey, staat die auto die ik net had? Dat is aardig van dit spel. Ik moet er wel alleen wel terug jatten, maar. Ach ja. Kan gebeuren. Ik stel voor om... Oh, normaal gesproken staan hier altijd mensen. Oké, dan stel ik het niet voor. Dat doe ik daar niet, hè. Die, motherfucker! Oh, joh, die ging wel kei ver. Oké. Is dit een drankwinkel? Nee. Fuck. That's not cool, bro. Dat is verre van cool. Oké. Is hier nog wat leuks te beleven? Of niet? Hey, een winkel. Misschien kan ik deze winkel wel overvallen. Zou dat misschien een goed idee zijn? Ja, dat zou best wel een goed idee kunnen zijn. Oké. Wow, joh, die schoot ik wel echt keihard dood. Hier nog eentje. Dank u wel. Hier nog eentje. Dank u wel. Alleen die fucking cash valt er dan achter. Maar oké. Yo, een opblaasbed. Luchtbed. Fucking cool. Fucking cool. Waarom kan je dit niet gewoon kopen? Dat is toch veel vetter? Zo'n opblaasluchtbed. Voor in de zee. En dan kan je zo in de zee gaan drijven. Zo. Yalla, ik ben Franklin. Ik ben cool. En ik drijf in de zee. En dan komt er een keer zo'n haai en die eet je op. Ik heb trouwens nog nooit een haai gezien in dit spel. In ieder geval niet mijn eigen ogen. Wel op een filmpje. Maar dat ga ik nou niet doen. Maar dat is misschien wel leuk voor een andere keer. Ik heb ook geen idee waar je die tegenkomt. Post in de comments, waar kom je haaien tegen in dit spel? Ik heb geen idee. Ik heb inderdaad geen idee, anders zou ik het ook niet aan jullie vragen. Logisch. Oh, dat is politie. Fuck jullie. Oké, we gaan de bosjes in. We gaan keihard de bosjes in. Meestal ga je sexy dingen doen in de bosjes, maar vandaag niet. Aangezien die politieagenten meestal mannen zijn. Oh, yeah, een trein. Oh, yeah, een trein. Ik ga proberen deze trein te kapen. Of zo. Kom hier nog. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, daar hield de trein al op. Ik dacht dat het een veel langere trein was. Fuck. Nee, niet schieten. Ik dacht dat die trein veel langer was. Anders had ik... Ik kan alsnog wel op die trein gaan. En dan moet ik hem echt inhalen en... Wow, yo. What the fuck is dat? Moet ik hem goed inhalen. En dan... ergens... aan de voorkant gaan staan. En dan bij zo'n plat stukje moet je dan...
erop springen. Ik kan het. Ik heb het een paar keer gedaan. Oh shit. Oh, gelukkig. Hij rijdt niet zo hard. Oh shit. Ik was al bang dat ik keihard werd aangereden. Maar... voorbij de trein springen. Wojo, ik ben voorbij de trein gesprongen, mensen. Ik heb de trein gemist. Haha, snapt hem? Haha, goeie. Hey, later auto, oké. What the fuck? What the hell? Wat doet hij nou weer? Ga hier gewoon op. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dan ga je hierop. Dat is ook niet zo heel moeilijk op zich. Ja, dan gaan we gewoon hier aan de voorkant. En dan gaan we gewoon mensen afsnijpen of zo. Of fuck, nee, wat doe ik? Oké, okay, gelukkig. Ja, we gaan proberen mensen eraf te snijpen. Dat is best wel moeilijk. Bam! Dat is best wel echt fucking moeilijk. Wajo. Als je nou dichter bij de weg gaat, dan kan ik beter mensen uitkiezen. Oh, die tractor. Oh yeah. Oh, mis. Oh, shit. Ik wil heel graag die tractor neerschieten. Wajo, ik had hem! What the fuck? Die was best wel ziek. Bots. Bots. Kom op, het moet toch lukken. Ik ben niet zo'n goede sniper. Ik ben niet zo'n hele goede sniper. Maar tractoren, dat moet lukken. Hoppatee, weer eentje. Oh, kut. Oh, kut. Ik wil terug. Oh, kut. Nee, nee, nee. Ja. Kak, 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 kak. Ah, wat? Huh? Waarom ging die camera in één keer helemaal weg? Oké, ik heb geen idee. Oké. Daar is politie. Dan gaan we eventjes keihard mee vechten, want dat is leuk. Hoi. Jij bent dood. Hoi. Jij gaat dood. Ik kan ook gewoon je auto stelen. Oké, dat is niet slim. Nee, dat is niet slim. Ik ga dood. Ik ga dood. Mensen, ik ga dood. Oh yeah. Oh yeah. Trucjes. Trucjes. Check die skills. Fuck you, bitch. Wojo. 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 Kiek hem gaan. We gaan het strand op. Beach party, motherfuckers. Yeah. Kom dan. Kom dan. Oh, dat doen ze ook. Hey, echt beat. Echt een echte beach party. Alleen er waren nog geen mensen. Party crashen. Ik ga midden op de kampvuur staan zo. En dan ga ik. En ja, dan ga ik hier gewoon staan. Fuck jullie, dit is mijn kampvuur. Kan mijn auto ook in de flik. In de flik vliegen? Kan mijn auto in de fik vliegen daarvan? Volgens mij niet. Wow, ik schoot je ballen eraf, motherfucker. Oh, die had je niet, hè, want je bent politieagent. Haha. Oh, dat sucks for you. Of. Niet. Want je hebt niks om aan te zuigen. Mwah. I'm so fucking evil. I could eat a mammoth. What the fuck? Granatenparty. Granatenparty. Gratis granaten voor iedereen. Jalalalala. Oh, kut. Nee, nee, nee. Oh, hij is ook dood. Episch. Kak, ik ben dood. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze Free Roam aflevering van GTA 5. Nee, ja. Ik probeer altijd te bedenken wat ik moet zeggen aan het einde van zo'n aflevering. Maar meestal komt het neer op... hoi. Later! Wat is er?